Ja, misschien zien jullie het al achter mij. Een hele bijzondere Aziat, namelijk de Kia Stinger GT. Wij gaan er vandaag met jullie mee op pad. Ja, wat een enorm dikke Sjaak. Kijk, twee keer twee uit dat eindstukken. En die hele mooie doorlopende achterlijn van de achterlichten. Wat een enorm dik ding. We gaan snel op pad. Want dit moet natuurlijk uiteraard testen. Nemen jullie het natuurlijk in mee. De Kia Stinger. Ja, het is toch wel een bijzonder ding hoor. We zijn lekker even een stukje rijden. Wat een leuke auto is dit. Een 5-deurs coupé zoals ik al zei. Lekker fors. Echt wel het hoofdsegment van Kia natuurlijk. Ja, het rijdt wel fantastisch hoor. Het is comfortabel. Maar het is ook heel erg sportief te rijden. Deze Kia heeft namelijk een 2 liter grote 4-cilinder. Met maar liefst dikke 250 pk. En een dikke 350 Nm aan koppel. Ja, en dat rijdt natuurlijk wel fantastisch. En misschien nog wel heel erg leuk om te weten. Zoals ik al zei, hij is natuurlijk eigenlijk een tegenhanger van al het Duitse spul. En daarom heeft deze Kia achterwielaandrijving. In een Kia. Ja, dat hebben we wel heel erg leuk gedaan hoor. Ja, die Kia Stinger is toch wel een hele bijzondere auto. Natuurlijk, die 5-deurs coupé-lijn, die kennen we momenteel. BMW werkt ermee, Audi werkt ermee, noem het maar op. Alle Duitse merken hebben wel eigenlijk een 5-deurs coupé. Maar Kia had het al ver van tevoren. In 2010 lagen namelijk de eerste schetsen van de Stinger al klaar. In 2011 werd hij als concept car in Detroit getoond. Maar het duurde heel lang voor die auto, de Kia Stinger, uiteindelijk doorgevoerd werd en in productie genomen werd. En namelijk in begin 2017 werd hij echt getoond als zijn productieauto. En eind 2017 is hij pas in Nederland geleverd. Ja, wat is toch een prachtige auto. Het is misschien wel het topsegment wat Kia bezit. De Kia Stinger. En misschien wel een leuk feitje. Albert Biermann, bekend van MGMBH, oftewel de BMW M Motorsport. Die heeft ervoor gezorgd dat hij het chassis en het onderstel van de Kia Stinger beheert. Hij heeft ervoor gezorgd dat deze Kia Stinger kan concurreren met de Duitse markt. Het sportieve, het leuke en het krachtige platform waar Kia dit op bouwt. Wat een enorm gave auto blijft Kia Stinger. Ja, zoals ik zei, de Kia Stinger is geleverd vanaf eind 2017. En deze specifieke waar we nu in zitten is afkomstig uit 2018. Hij staat nu bij ons in voorraad. Heeft net 50.000 kilometer ervaring. Maar dit is wel een hele mooie variant. Echt in een prachtige rode kleur. En dat is ook wel een van de kleuren die ze bij de introductie gelijk naar buiten hebben gebracht. Een van de deelmodellen was natuurlijk ook in het rood. En het staat hem wel heel erg goed. Het is natuurlijk een grote auto. Vaak is een kleur op een grote auto toch wat lastig om te combineren. Maar dat hebben ze heel goed weten te doen. Ook in de samenstelling met die prachtige grote velgen. Die lekker sportieve ogen. En allerlei donkergrome accenten. Zoals die spiegelkappen. Die sidefans. Onderin bij de voorportieren. Maar ook natuurlijk die hele sportieve air intake in de motorkap. Ze hebben allerlei kleine dingetjes toegevoegd. Die deze auto nog sportiever maken dan dat hij al is. Ja, dat hebben ze wel heel erg goed weten te doen. Naast natuurlijk het ogen, zoals ik al zei, is het rijden ook echt een feestje. Je kan er gewoon heel comfortabel mee sturen, maar ook het sportieve rijgedrag. Ja, en ze hebben deze is natuurlijk aangedreven op de achterwielen. Er is ook nog een variant met vierwielaandrijflijn. Dan heb je een 6-cilinder. Is natuurlijk wel wat anders. Rijdt natuurlijk ook weer wat anders. Ja, maar dit is wel heel erg gaaf. En ja, wil je dan een keertje die achterkant uit te breken? En je hebt hem in die sportmode staan, dan lukt het ook wel. Ja, en qua opties is deze Kia Stinger wel heel erg gaaf uitgevoerd. Natuurlijk heb je een groot schuif kanteldak. Hele gave lederen sportstoelen. Met stoelverwarming, zowel op de voorstoelen als op de achterbank. Een head-up display. Ja, een groot navigatiescherm in het middenconsole. En als een flippers aan het stuur, wat natuurlijk helemaal
afmaakt wanneer je een keer echt die sportieve rijbeleving wil ervaren. Dan wil je ook de hand hebben in de schakeling die de auto doet. Ja, het is wel een heel erg geslaagd model wat mij betreft. Ik denk dat ze hier wel de Duitse markt even flink een hak zetten. Want zijn we niet gewend van die Aziaten. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie zouden kiezen. Zo'n prachtige Kia Stinger, die misschien maar heel weinig in Nederland zult zien. Of een Duitse tegenhanger. Ja, ik geef het een dikke duim omhoog. Ik verwacht dat jullie dat natuurlijk ook doen. Vergeet hieronder niet het duimpje omhoog te geven, te abonneren als je het niet gedaan heeft. En het belletje aan te zetten. Want op het moment dat wij weer een nieuwe video uploaden, blijft u op de hoogte. Dit is wel leuk hoor. Hebben ze weer goed gedaan bij Kia. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug.